geachte leden van de Raad van Hartenberg. Van harte welkom op deze raadsvergadering. Dinsdag 13 oktober. Welkom geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. De mediavertegenwoordigers en de mensen die ons thuis volgen. De vergadering is geopend onder mededeling van afwezigheid van de raadsleden. Mevrouw van Veldhuizen, mevrouw Luiten, de heer Bakhuis en de heer Bak. En tevens meld ik de afwezigheid van wethouder Jannes Jansen. Jannes Jansen is ziek thuis en we wensen hem vanaf deze plaats van harte beterschap. Want ik sluit niet uit dat hij ons toch aan het volgen is via diezelfde moderne media. De vergadering is geopend, nogmaals. Bij agenda punt 2, de vaststelling van de agenda, is er behoefte om op de agenda in te breken? Niet het geval. Dan kunnen we hem als conform vaststellen. Spreekrecht bij de agendapunten. Hebben zich geen mensen gemeld. Ook nu niets. Akkoord. Agendapunt 4. De actuele vragenronde. En daar is een verzoek binnengekomen van de fractie van D66. Het woord is aan de heer Rodemans. Voorzitter, dank u wel. De vragen die ik heb zijn in aansluiting op vragen eerder gesteld door de VVD. Schriftelijke vragen, later ook aanvullend daarop vragen van D66. En het nieuws van gisteren, die hebben allemaal betrekking tot in feite leegstaande overheidsgebouwen, onder andere schoolgebouwen. Mijn vragen zijn of er inzage kan gegeven worden in de stand van zaken rondom de huisvesting van eventuele statushouders in onze gemeente, nu maar ook in de toekomst. En indien er een tekort is aan woningen voor statushouders, is er een reële optie om andere gebouwen dan woningen, bijvoorbeeld leegstaande schoolgebouwen, geschikt te maken voor de huisvesting van statushouders? En is het college hierover bereid om hierover het gesprek aan te gaan met betrokken partijen die dat dan zouden moeten realiseren? Akkoord, dank u wel. Kijk even naar de richting van het college, de heer De Vent. Wilt u ingaan op de gestelde vraag van de zijde van D66? Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals de heer Rodemond terecht heeft gezegd, de vragen zijn ook al door diverse fracties in een of andere vorm eerder gesteld. Ook door mevrouw Juling, volgens mij zelfs nog bij de behandeling van het vraagstuk rondom AZC Heemse Poort. Het is in die zin dus een actueel vraagstuk. Vragen zijn misschien wat minder actueel, dat is een kleine nuance, maar het is wel een actueel vraagstuk. Als het gaat om de huisvesting en de stand van zaken, we hebben als opdracht, de wettelijke opdracht, om dit jaar voor 2015 101 statushouders te huisvesten. Dat is voor 2015. En wij zijn nu nog bezig, bezig om woningen te zoeken voor ruim 30 statushouders, in overleg uiteraard met de corporaties. Daar vindt ook regelmatig overleg over plaats, hoor. Dus ook over de verwachtingen voor wat betreft de toekomst. De corporaties hebben ons laten weten dat ze de taakstelling gaan halen. Ze hebben ook gezegd dat het te maken heeft met het aantal verwachte gezinsherenigingen wat zal gaan plaatsvinden, waardoor er meerdere statushouders worden gehuisvest onder één dak. Daarover kan men nu nog niet absolute zekerheid geven, maar dat is wel de verwachting. En op basis van die verwachting gaat men ervan uit dat de taakstelling voor 2015 kan worden gerealiseerd. Als we verder kijken, voorzitter, dan naar 2016, dan komt er nog weer een ander vraagstuk op ons af. En wij zijn daar ook over met juist bij de corporaties in gesprek. We zoeken ook naar creatieve oplossingen, zoals u terecht ook zegt. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande schoolgebouwen. Maar oplossingen die zowel recht doen aan reguliere als urgent woningzoekenden, laat het ook helder zijn. Dus we kijken naar de mogelijke inzet en transformatie van leegstaande panden, alternatieve woonvormen. Je zou kunnen denken aan kamerbewoning, meerdere statushouders in een eensgezinswoning zou je aan kunnen denken. Tijdelijke nieuwbouw en het versneld realiseren van huurwoningen. Dus er wordt nu en daarnaast nog de particuliere sector die daar ook nog een rol in zou kunnen spelen. Dus kortom, wij zijn creatief bezig met onze partners, want daar zijn we natuurlijk wel voor een groot deel van afhankelijk, om ervoor te zorgen dat we niet alleen nu, maar ook straks voor 2016, want dat wordt een grotere opgave, het vraagstuk aankunnen. Dat is, voorzitter, volgens mij even de actuele stand van zaken. Dank, wethouder De Vent. Ik kijk allereerst even naar het vraagstel. Voldoende?
informatie? Voorlopig voldoende. Ik dank de wethouder. Kort, anderen niet. Prima, dan kunnen we dit punt afronden. Dank voor de bijdrage. Brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. De besluitenlijst gaan we daarvoor ook nog even doen. Agendapunt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 september. Jongsleden, er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Nu ook niet. Dat betekent dat de besluitenlijst definitief vastgesteld kan worden. We komen nu inderdaad bij agendapunt 6. Het bespreekstuk. De eindevaluatie van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Voor zover ik me herinner, tijdens de oriënterende ronde is er uitgebreid over gesproken. En heeft de fractie van Op Koers nu aangegeven in ieder geval het als een bespreekstuk te willen handhaven. Maar ik kan me voorstellen dat er andere fracties toch over nog hebben nagedacht. Dus ik kijk even de kring rond. Is er behoefte om gebruik te maken van het spreekrecht bij dit punt? De fractie van de ChristenUnie als enige en de fractie ook van het CDA. En de fractie van de Partij van de Arbeid ook. GroenLinks. Akkoord. Dan begin ik bij de fractie van Op Koers nu, de heer Botten. Over dit onderwerp. De eindevaluatie bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Voorzitter, ook na de oriënterende ronde is bij Op Koers nu het beeld bijgebleven dat de onderzoekers eigenlijk hebben opgeschreven wat hun is verteld. En het blijft een merkwaardige zaak dat het ontbreekt aan een nulmeting en echt vernieuwende aanbevelingen. Dat het onderzoeksbureau benadrukt dat de grens van bezuinigingen op de kosten wel is bereikt, terwijl er feitelijk geen onderbouwing wordt genoemd, blijft voor ons moeilijk te bevatten. Te meer omdat het bureau de staf van de bestuursdienst complimenteert met de genomen stappen de topstructuur van de BOH te optimaliseren. En laat nu de genomen verbeterstappen gebaseerd zijn op adviezen, opgeschreven door hetzelfde bureau dat nu die complimenten uitdeelt. In zijn algemeen hebben we in het onderzoek weinig diepgang kunnen ontdekken. En om op die beoogde raad van toezichtachtige structuur te komen, wij vragen ons af wat er van het democratisch gehalte in de nieuw beoogde structuur nog overeind blijft en in hoeverre dat voor de raad nog te controleren is. Voorzitter, Op Koers.nu heeft de ontwikkelingen binnen de BOH aan de hand van de meerwaarde voor de inwoners van Hardenberg bezien. Met zulke geweldige resultaten van de bestuursdienst gaan wij ervan uit dat die resultaten zeer binnenkort tot lastenverlichting voor onze burgers gaat leiden. Die dag, voorzitter, wenst Op Koers.nu graag mee te maken. Sterker nog, wij zien er naar uit. Voorzitter, mag ik meneer Botten wat Dank vragen? U wel. Mevrouw van der Hoek, voor de heer Botten. Voorzitter, als Op Koers aangeeft dat de slager zijn eigen vlees keurt, in dit geval het onderzoeksbureau, die geeft adviezen, die worden dan uitgevoerd. Daarna wordt er gemonitord hoe dat tot stand is gekomen. Doen wij dan feitelijk niet hetzelfde wanneer wij heel diep in de uitvoering gaan zitten roeren en een controlerende taak moeten uitvoeren? Doen wij dan niet hetzelfde? Want wij gaan dan controleren of ons beleid goed is uitgevoerd. Voorzitter, mevrouw Van der Hoek van GroenLinks vraagt hoe wij daarover denken. Dat is een terechte vraag. De fractie van Op Koers.nu blijft verre van de bedrijfsmatige zaken die in de BOH plaatsvinden. Bedrijfsvoering is ons geleerd, nadat we zoveel jaren hier in dit gremium zitting hebben, is dat we daar verre van blijven. Dat blijven wij ook in de toekomst doen. En tegen die achtergrond is eigenlijk de beantwoording richting mevrouw Van der Hoek dat eigenlijk dat geen item is geweest in de beantwoording en uiteindelijk het wegen van het voorstel. Akkoord, dank u wel. De fractie van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. Voorzitter, dank u wel. Graag zou ik als eerste een kleine correctie maken op mijn inbreng tijdens de oriënterende ronde. Ik noemde toen de discussie op een gegeven moment te veel bedrijfsvoering. Een kleine reflectie hierop leerde mij, en dat gaf u overigens ook aan, dat ik juist te veel aan bedrijfsvoering dacht en niet mijn collega's. Goed, voorzitter. Namens de ChristenUnie mag ik u twee punten inbrengen. Ten eerste is ten aanzien van de bestuurlijke samenwerking. Uit de korte discussie in de raad konden wij opmaken dat de raad bijna unaniem is
voor een verdere bestuurlijke samenwerking met de gemeente Ommen. Wij roepen de raad dan ook op dit verder vorm en inhoud te gaan geven. Dan ten tweede de kwaliteit van dienstverlening. Dit punt, wat tevens een ontwikkelpunt is in de rapportage van BMC, kan wat ons betreft de hoogste prioriteit krijgen. Wij hadden hierop nog een kleine aanvulling gevraagd. Hoewel de portefeuillehouder dit leek te begrijpen, voldeed de beantwoording niet helemaal aan onze verwachtingen. Een klein tabelletje met cijfers is wat anders dan 3 pagina's tekst. Een kleine zoekactie leverde mij in ieder geval op dat er cijfers uit 2011 en 2013 beschikbaar zouden moeten zijn. Voorzitter, wij kunnen instemmen met het voorstel en zien met belangstelling de verdere uitwerking tegemoet. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Voorzitter, mag ik? De heer Roldemond. Ja, ik probeer dit zo snel mogelijk te doen, maar goed. Ja. Dank u wel, voorzitter. U roept de raad op om de bestuurlijke samenwerking verder vorm te geven. Ja. Hoe ziet u dat voor zich? Want ook Ommen moet daaraan, lijkt mij, meewerken. Dus als u daar een concreet idee over heeft? Meerdere. Eén zal als eerste natuurlijk de stap moeten zetten. Nou, gezien de unanimiteit zouden wij dat kunnen doen. Er zijn verschillende manieren. We kunnen dat via de partijlijnen doen. Maar we zouden ook gezamenlijke werkgroep kunnen oprichten om dat verder te gaan verkennen. We hebben er al meerdere keren over gesproken, maar wellicht is nu het moment aangebroken om daar wat concretere vormen aan te geven. Komt daar nog een voorstel over van uw zijde of blijft het bij deze oproep dan? Deze oproep is, zou ik zeggen, de eerste aanzet en als u een voorstel op prijs stelt, dan doe ik dat graag. Voorzitter, mag ik... Akkoord, mevrouw Jullink. Ziet u daar ook een rol in voor het college? Want het college heeft natuurlijk in het collegeprogramma overgenomen. Staat toch echt die bestuurlijke samenwerking ook in? Dus. Ja, de burgemeester gaf de vorige keer ook al aan dat dat niet zijn rol en taak is. Dus ik zie daar meer de verantwoordelijkheid voor onszelf in eerste instantie dan voor het college. Het college is al bezig met de... dat convenant, confest, of manifest, ja, excuus. En dat is hun rol. En ik zie voor ons meer de rol om contacten te gaan leggen met Ommen, om zo de samenwerking te verkennen. En daarvoor moet je elkaar eerst goed leren kennen. Akkoord. Anderen, de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik heb een korte vraag. Want meneer Zelfstra, wat vindt uw fractie ervan... In het geval dat de Ommens gemeenteraad en het college besluiten om absoluut niet met Hardenberg te willen samenwerken, steunt u dan de gedachte die ik opperde om nog te onderzoeken of de BOH als instituut dan op zich nog continuïteit verdient? Wij vinden de BOH als instituut dat die continuïteit verdient. Wij spreken alleen de ambitie uit om de verdere samenwerking vorm te gaan geven. Dus in die zin... ja, zouden we allemaal scenario's kunnen gaan schetsen en daar kan ik antwoord op geven. Maar dat lijkt me nu niet opportun. Voorzitter, ik zou nog graag een vraag willen stellen aan de heer Stelpstra, als men het toegestaan is. De heer Botter. Voorzitter, wanneer een verloving of een verliefdheid tot stand komt en die liefde die komt van één kant, en daar lijkt het bijna op, we lezen ook uw, of gehoord hebbende ook uw verklaring in de vorige oriënterende ronde. Hoe verstandig is het dat wanneer de liefde van één kant komt, om dan toenadering te zoeken tot een partner die daar om moverende redenen geen heil in ziet? Is dat niet een heilloze weg eigenlijk om die te zoeken? En die vraag zou ik graag willen voorleggen aan de heer Stelpstra. Een eenrichtingsverkeer in liefde, gaan wij die beantwoorden? Heer Stelpstra, over de liefde. Voorzitter, het is mooi dat we het nu over de liefde hebben. Liefde is een ontzettend moeilijk begrip. Soms lijkt het van één kant te kunnen komen, maar kan je door de juiste snaren te raken toch de liefde opwekken bij de ander. Dank. Dit gaat een kant op, ik weet niet of die wenselijk is, maar... Dus ik kijk of er nog meer vragen zijn voor de heer Stelpstra, want... En u heeft ook na afloop van de raadsvergadering nog spreekuren, hoor ik net. Geen vragen meer, dan dank ik de fractie van de ChristenUnie voor de bijdrage en kom ik bij de CDA-fractie, de heer Van der Valk.
Dank u wel, voorzitter. Nee, ik zou de heer Stelstra geen vraag meer durven te stellen op dit punt. Maar wij hebben, zoals bij de oriënterende ronde ook al aangegeven, nadrukkelijk kennis genomen van de rapporten en het voorstel wat voor ligt. En ook de goede presentatie die we dan wel samen met de Raad van Ommen gehad hebben op 23 september. En de algemene teneur van de rapportage is dat het rapportcijfer voor de bestuursdienst gemiddeld tot goed is te noemen. Nou, en dat is een rapport. Velen van ons zouden daar denk ik blij mee geweest zijn in het verleden. Ik wel. Goed tot zeer goed. Nou, doe het er maar mee. Dat er nou de nodige punten zijn die ook aandacht vragen, dat is ook zonder meer duidelijk. Een stuk investering in de coaching van de teamleiders is één daarvan. Ook duidelijk is dat door de afgesproken bezuinigingen de organisatie toch wel onder druk staat. Verder het punt wat ook is aangeroerd, het stukje versteviging van het beleidsmatige juridische advisering, juridisch strategisch vermogen. Dat dan wel wat versteviging behoeft, dat begrijpen we. Want dat soort advisering is voor een organisatie van deze omvang, die toch staat voor een bewonersaantal, en dan pak ik toch maar even de gemeentes Hardenberg en Ommen bij elkaar van zo'n 80.000 inwoners. Ja, dat is een stevige organisatie en die vraagt ook om stevige adviezen. En daar mag best wat in geïnvesteerd worden. Voorzitter, we zijn trots op onze bestuursdienst. En we vertrouwen er ook op dat de huidige directie de genoemde uitdagingen in de bedrijfsvoering voortvarend zal blijven oppakken. Ook zijn we positief over de toezeggingen door de portefeuillehouder gedaan bij de oriënterende ronde dat de topstructuur nader zal worden bekeken, waarbij de DB-rol van de directie hen ook voor ogen staat. En voor ons ook een belangrijk punt is het BTW-nadeel. We hebben dat genoemd, dat daar een toezegging over gedaan is, dat onder de loep zal worden genomen. Nou, het zal duidelijk zijn, het was bij de oriënterende ronde al duidelijk, dat het CDA... De CDA-fractie instemt met het voorstel en we zien de uit te werken voorstellen met veel belangstelling tegemoet. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Juling. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. De heer Stelstra riep het al over de bestuurlijke samenwerking en dat is uiteindelijk ook ooit wel ons uitgangspunt geweest, ook als Partij van de Arbeid, om daartoe te komen. En ja, goed, hij heeft allerlei mooie woorden gesproken over liefde van twee kanten. En dat heeft ook te maken met elkaar misschien beter te leren kennen. Ik zie ernaar uit om ook als raad die stappen te zetten. Maar uiteindelijk zal deze periode het wel een keer duidelijk moeten worden wat de gemeente Ommen, de Raad van Ommen, nu uiteindelijk wil. En daarna zullen wij dan ook ons standpunt moeten bepalen, als fractie in ieder geval, hoe wij dan verder willen gaan met de BOH. Dank voor de opmerking van de fractie van de Partij van de Arbeid. Ten slotte de fractie van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als fractie van GroenLinks vorige keer al aangegeven dat wij dit evaluatierapport meer dan kritisch voldoende vinden. Zeg ik verkeerd, denk ik, maar het is kritisch genoeg. En er zijn voldoende punten opgenomen waar de BOH intern ontzettend hard mee aan de slag kan gaan. Wij hebben het helemaal niet gelezen als de slager die zijn eigen vlees keurt. Ik denk dat het goed is dat wanneer je een opdracht uitzet, dat je die dan ook controleert en met deskundigheid van derden nog eens een keertje naleest. En dat behoeft ook een stukje vertrouwen vanuit deze raad naar de BOH toe, dat te zeggen en uit te spreken, jongens, jullie zijn op de goede weg. Het ontbreken van de nulmeting hebben wij niet ervaren als een gebrek. Ik denk dat in de afgelopen paar jaar zoveel dingen zijn gebeurd dat het per definitie achterhaald zou zijn. En wellicht is het een idee om wat er nu staat als nulmeting mee te gaan nemen voor de volgende evaluatie. De fractie van GroenLinks is wel van mening dat dit stuk wel gelezen kan worden als een aanzet tot een fusie op bestuurlijk niveau. Maar we zijn ook van mening dat het klopt dat die bal wel degelijk bij de raad ligt. Maar om altijd te gaan praten over waarom iets niet kan,
lijkt ons niet verstandig. Als je vooral gaat kijken waarom je het of hoe je het wel zou kunnen doen, maakt misschien die liefde van twee kanten uiteindelijk toch wel mogelijk. En dan kunnen we, zoals meneer Bot de vorige keer zei, wat beter snuffelen en proeven aan de situatie. Want als je de vraag niet hebt gesteld en op tweede, derde hand hoort dat iets niet kan, dan heb je toch net niet wederhoor gepleegd zoals het zou moeten. Wij wensen BOH ontzettend veel wijsheid toe in het komen tot goede inhoudelijke beleidsstukken om vooral die kwetsbare kernpunten op te waarderen. Maar daarnaast vinden wij ook dat deze raad een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat over het opschalen van de kwaliteit naar de burgers toe. Dus nogmaals, niet praten over waarom wij niet iets toe kunnen voegen, maar vooral dat we met elkaar eens open gaan discussiëren hoe we het anders zouden kunnen doen. En ik denk dat daar meer verantwoordelijkheid ligt van deze raad dan in de uitvoering te gaan roeren in hoe de BOH zou moeten functioneren. Ik denk dat dat een plussing zou moeten zijn en dat wij zelf ook moeten gaan kijken hoe wij kunnen bijdragen aan transparantie, kwaliteit, klantgerichtheid en burgerparticipatie. Dank u wel. Dank voor de gemaakte opmerkingen tenslotte door de fractie van GroenLinks. Vanuit portefeuillehouder kan ik constateren dat ik blij ben met de steun die hier ligt voor de voorstellen zoals ze voorliggen. De rapportage, maar vooral ook de opdrachten, de werkafspraken die daaruit voortkomen. Maar ook met de kritische kanttekeningen die gemaakt zijn. Ik denk dat het goed is om die ook vooral mee te nemen in het vervolgtraject waarin we met elkaar zitten. En nogmaals, het college zet in op ook verdere bestuurlijke samenwerking. Middels dat inderdaad dat bestuurlijk manifest. Op de eerder genoemde punten, ruimtelijk economisch beleid, sociaal-maatschappelijke vraagstuk en het punt van de overheidsparticipatie. Nou, ik ben ook erg blij met de opmerking gemaakt in uw raad om te kijken of ook de raad zelf daar initiatief in zou kunnen nemen, ook in de richting van de raad van Ommen, om te kijken om daar gezamenlijk op te trekken. Ik constateer dat er van een huwelijk geen sprake is, maar je hoeft niet gelukkig met elkaar te zijn door getrouwd te zijn. Je kan ook heel goed zijn door apart samen te leven. Ik spreek overigens niet uit eigen ervaring, dat daar geen misverstand over mag zijn. Maar dat kan heel wel mogelijk zijn. En wij gaan gewoon op die weg ook met elkaar voort. En ik hoop dat ook samen, en ik bespeur dat ook samen met uw raad te doen. Dat nog even van de kant van de portefeuillehouder die daarover gaat. Ik wil het voorstel in stemming brengen. En ik vraag de raad of u kunt instemmen met de besluiten zoals die genomen worden rondom de BOH. Is er behoefte allereerst aan een stemverklaring? Vraag ik nog even. Dat is niet het geval. Mevrouw Baarslag, een stemverklaring. Ik kan heel kort hoor, voorzitter. Ik ben 15 jaar geleden al betrokken geweest bij de samenwerking om Hardenberg, Averees en Veluwevaart. En toen werd ik een beetje uitgescholden dat ik daar voorstander van was. Dus die samenwerking die zie ik wel zitten. En ik denk ook dat vrij inderdaad wat anders is als een huwelijk. En de aanhouder wint altijd. Dus na 15 jaar zal het toch wel een keer lukken. Wij stemmen in. Akkoord, dank u wel. Ik breng het voorstel in stemming. CDA-fractie. Akkoord. Leefbaar Hardenberg. Akkoord. ChristenUnie. Akkoord. De VVD-fractie. Akkoord. D66. Akkoord. Op koers met nu. Akkoord, GroenLinks akkoord en de Partij van de Arbeid ook akkoord. Daarmee is het voorstel unaniem aangenomen. En gaan we op de ingezette koers verder. Dank daarvoor. Wij komen bij agenda punt 7, hamerstukken. Allereerst bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Kanaalweg West 21a, Bergentheim. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen met het voorstel zoals het voorligt? Algemene stemmen aangenomen. Akkoord. Akkoord. Dat brengt ons bij agenda punt 8, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? De heer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. In de vergadering van 9 juni, betreffende de eerste bestuursrapportage, is er een motie aangenomen waarin het college opgedragen is om ruim voor de behandeling van de begroting 2016 de raad te informeren over de gevolgen en resultaten van de transities. Zowel beleidsmatig, financieel en daarbij ook de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de sociale monitor mee te nemen. Die motie is aangenomen. Maar ik mis de uitvoering tot nu toe. En daar zou ik graag een goede reden voor willen hebben. Of liever nog, ik wil de uitvoering graag zien. Ja,
akkoord. U heeft daar volgens mij eerder al naar gevraagd. Ik moet even achterom te kijken of de heer De Vent daar kan aangeven wat de stand van zaken is. Voorzitter, als portefeuillehouder daar al staat, mag ik dan ook toch nog een vraag aan toevoegen? Als die daar toch al... Dat heeft relatie met dit nee, punt? Nee, een ander punt. Een ander punt. Ja, nou, ik wou eerst dit even afhandelen en dan kom ik bij u. Ja? Dank u. De heer De Vent. Om op de vraag van de heer Elling terug te komen, we hebben afgelopen week de stand van zaken op een rij gezet. Dat is door het college vandaag ook vastgesteld en het komt morgen naar u toe. En we behandelen dat volgens mij over 2 weken in de raad. Akkoord. Ik schat in dat de heer De Vent even kan blijven staan. Mevrouw Van Hoek, rondvraag. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet meer de precieze datum, maar wij hebben hier met een aantal partijen een motie ingediend over het toekomstig jongerencentrum. En dat wij op de hoogte gehouden zouden worden. Ik weet dat u volgens mij morgen ergens een tweede gesprek heeft. En kunt u iets vertellen over de stand van zaken en hoe de situatie er nu uitziet? Ja, dat kan ik zeker, mevrouw Van der Hoek. We hadden al in een eerder stadium een gesprek gepland met alle betrokkenen. Alleen dat gesprek moest worden gecanceld omdat een aantal van de initiatiefnemers niet kon. En ik heb gezegd, ik wil de initiatiefnemers bij elk overlegmoment erbij hebben om goede plannen te kunnen maken. Dus dat is een nieuwe datum weer geprikt. Dat duurt dan weer eventjes. Die vindt morgenavond plaats. Dus ik hoop, ik kan u wel toezeggen dat ik over de gesprekken u binnenkort schriftelijk wel even informeer waar we staan. Dat lijkt me goed om dat op die manier te doen. Dus ik zeg u toe dat ik voor de behandeling van de begroting, dus voor de 3 november, u informeer. Akkoord, mooi. Toezegging van de wethouder. Is genoteerd. Andere punten voor de rondvraag? Niet het geval. Dan komen we bij de sluiting van deze vergadering. Dank voor uw inbreng. En de vergadering is gesloten. Om 8 uur beginnen de oriënterende rondes. Dank. Dat kan niet eerder omdat er sprake is van publicaties van de tijdstippen. En er zouden mensen bij hun onderwerp aanwezig willen kunnen zijn. Ik sluit het ook niet uit bij de verschillende onderwerpen. Dus we moeten inderdaad gewoon om 8 uur beginnen. Maar we hebben de hele avond, dus... Moeten we wel om 9:15 klaar zijn, hè, voorzitter?